onvoorwaardelijke liefde. Het is de meest egoïstische manier om je gevoelens te ervaren. Het concept is dat je op elke gewenste manier en op elke gewenste moment je gevoelens kunt ervaren. Soms kiezen we ervoor om boos, verdrietig of gefrustreerd te voelen. Dat is ons keus. En de problemen beginnen pas wanneer we geloven dat de manier waarop we ons voelen geen keus meer is. Stel jezelf de vraag hoe je je wilt voelen over een bepaalde situatie. Veel mensen zullen zeggen dat de andere persoon moet veranderen en dan zullen ze zich beter voelen. Maar de waarheid is dat de situatie niet verandert. Het enige dat verandert is hoe jij je voelt. En een van de beste gevoelens die wij als mens kunnen ervaren is liefde. Het gevoel van liefde is altijd beschikbaar voor ons. En toch besluiten velen van ons dat we het niet willen voelen. Maar de waarheid is dat wanneer je geen liefde wilt voelen, je jezelf daar pijnigt. En het gebrek van liefde is gewoon dat jij het dan niet voelt. Maar veel mensen denken dat als ze van iemand houden, ze de persoon te goed doen. Maar de waarheid is, jij voelt liefde wanneer je het wil. En niemand kan iets doen dat het gevoel van jou ontkent. En ik vind het geweldig dat we kunnen kiezen hoe we over een bepaalde persoon willen voelen. En het is een keuze die wij maken. En veel mensen zeggen dat ze niet van iemand willen houden omdat de persoon hun liefde niet waard is. Als jij van iemand houdt, wil dat niet zeggen dat de andere persoon dat automatisch het gevoel van liefde zal voelen of ervaren. En hetzelfde ook met haat. Als jij iemand haat, dan wil dat zeggen dat jij het gevoel dat ervaart. Behalve als jij iemand hatelijk behandelt, dan zal de persoon dat ook ervaren. Dus jij bent nog steeds verantwoordelijk voor wat jij voelt. Hetzelfde ook met geluk. Het gelukkigheidsgevoel zit in jou waar je dat ook gaat. Het vermogen om gelukkig te zijn is nooit afhankelijk van de andere persoon. Jij bent degene die bepaalt of je gelukkigheidsgevoel wil hebben of ongelukkigheidsgevoel. Je kunt de persoon wel de schuld geven voor je ongeluk, maar dat wil niet zeggen dat de persoon verantwoordelijk is voor je ongelukkigheidsgevoel. En je kunt de persoon dan verlaten en beweren dat je gelukkig bent. Maar het enige wat je deed toen je de persoon verliet, was dat je van gedachten veranderde en besloot om gelukkig te zijn. En het is een fout dat veel mensen maken. Ze nemen een extern beslissen om een intern emotie te veranderen. En veel mensen zijn bang om van iemand te houden, omdat het pijn veroorzaakt. Je kan diep van iemand houden, ongeacht wat de persoon ook doet. Maar dat wil niet zeggen dat je niet zult beslissen om verdrietig of pijn te voelen. Maar het niet houden van iemand zal je ook niet redden van de pijn. Stel jezelf de vraag waarom je geen liefde wilt voelen. En herinner jezelf steeds dat het slechts een emotie is en je kunt het privé voelen. En dat is het ultieme geschenk die je jezelf geeft. Ik wil graag dat je aan iemand denkt die zeer uitdagend is om van te houden. Noteer de voorwaarden die je tegenhouden en denk erover hoe het zou voelen om altijd van zo iemand te houden. En als dat gelukt is, heb ik een ultieme uitdaging voor jou. Doe hetzelfde weer, maar dit keer met jezelf. Thank you.